Hallo mensen en welkom weer bij Amy Kiddo. Vandaag gaan we weer verder met een nieuwe aflevering van Banjo-Tooie. Je vraagt je misschien af met wat? Midden in de serie beginnen? Het is niet echt midden in de serie. Ik kan ook niet zeggen dat het niet midden in de serie is. Het is wel een beetje aan het begin, maar echt, ik heb het begin gedaan en ik dacht van nee. Ik kan jullie ten eerste niet een kwartier lang naar een beeld laten staren waarin ik dingen moet gaan verzinnen. Kom op, gaat die nou... Maar ja, goed, dat ging ik dus niet doen, want dat duurde echt meer dan 10 minuten. Serieus, dat je naar dat beginscherm moet gaan kijken. En ja, dat is gewoon echt niet leuk. Niet leuk voor jullie, niet leuk voor mij. Dat is echt heel saai. Dus ben ik een beetje verder gegaan, verder gespoeld. En dacht ik van, ah, weet je wat, ik ga hier opnemen. Nee, kom op. Dat was niet de bedoeling. Op de een of andere manier moet je... Wow, rustig aan. Hier kun je volgens mij ook mee teleporteren. Ja, prison compound. Ik weet geen idee waar dit heen gaat precies. Maar ja, we gaan gewoon hier verder. Ik heb hier ook wat meer zin in. Oh ja, ik ken die code echt niet. Nou weet ik het weer. Ik ben hier al een keer geweest, maar die code echt... Ik weet het niet. Ik weet niet wat die code is. Hier moet ik laarzen voor hebben. Dat is één ding dat ik weet, want er zit een monster in. En ik weet één ding. Wat zegt die? Oh nee, iemand haalt me hier uit. Ja, dat zou ik wel willen als ik de code wist. Echt geen... Hallo, kom eruit. Oké. Sorry. Nou weet ik dus weer hoe ik... Nee. Ik wil niet terug in die staat van afwezigheid en raar beeld kijken. Ik kan hier. Ik vind het hele wereldgedoetje ook gewoon heel leuk van Banjo. Tooie en Kazooie, allebei gewoon. Het is gewoon heel geweldig. Maar ik heb echt geen idee. Want ik kan me herinneren, de laatste keer dat ik het gespeeld heb, en dat is lang geleden, toen ik jong was dus, wil ik daarmee zeggen. Hou vast. Moet ik wel kunnen. Waarom hou je niet vast? Soms kan het zijn dat ik dingen niet geleerd heb. Ja, dat had ik niet zien aankomen. Kijk. Zie je, dan verlies je levens. En dan kom je weer terug waar je was. Daar heb je helemaal niks aan. Dus, helemaal neer. Neer jullie. Ik weet niet of ik hier iets mee kan. Oh, dit is ook een monster. Die mij iets van aan. Even kijken. Oh ja, dat kan ik ook echt lezen. Ik denk niet over die taal spreken. Nee, dat denk ik ook niet. Maar dat, dat spreek ik niet. Ik zit te kijken. Ik weet eigenlijk niet precies waarom. Want de bedoeling hier is, net zoals bij het andere spel, is het verzamelen van puzzelstukjes. En niet doodgaan, dat is ook wel een optie. Maar de puzzelstukjes, dat is zeer belangrijk. Waarom? Ja, dat is gewoon het idee achter het spel. Van, verzamelen puzzelstukjes en... misschien hè. Dat is wel interessant. Ga ik te proberen. Eens kijken wat hij wil. Stop, daar. Ja, daar. Precies daar. We willen erin gaan. Klinkt heel cool. Natuurlijk, het is heel cool.
Want iedereen houdt van stenen kickbal. Van voetbal. Oh nee, we missen de actie. Ik ben officer en je hebt geen kaartjes. Uitverkocht. We spelen Banjo-Kazooie. Wil je kijken, willen trappen. Oh, ik probeer. Ik ben niet bang. Nee. Oeh, kunnen we je omkopen? Hoe durf je? Ga weg, jullie. Ook hierbij weet ik niet. Ook daarbij weet ik dus niet wat. Kom op. Je maakt een grapje. Weet ik niet precies wat de bedoeling is. Mijn bedoeling is wel dat ik nog iets nuttigs doe. Hé, wat is dat? Of is dat gewoon een. Gewoon een dingenplaats waar je in kunt. Oh nee. Ik moet nieuwe dingen leren, maar. Hé, die deur heb ik nog nooit geopend. Interessant. Waar gaat dit naartoe? Ik weet niet, ik heb het gevoel dat dit weggaat. Dus ik ga hem niet doen. Het lijkt heel veel op het stuk bij hem. Kom op. Misschien ook. Ah ja, kom op. Dan kunnen we even Mambo pakken. En dan, oh, ik dacht al. Hopelijk doet hij het. Ja, hij doet het. En dan kunnen we even kijken of we misschien met die mannetje kunnen praten. Want Mambo is natuurlijk een tovenaar, dus ja. Ik verwacht van wel. Ik verwacht dat hij daar wel kan. Altijd die groene straal zo. En ik weet niet of dat hier ergens is. Jawel, volgens mij is dat Banjo-Tooie. Want Banjo-Tooie heb ik meer gespeeld. Ergens kun je in zijn kasteel. Oh, was. Misschien daar zitten, misschien niet. Moet je niet gaan praten. Oh, ik dacht dat je misschien zit. Hallo, kom op. Gewoon praten. Ja, ja, we willen Mambo's hulp. Ja. In het vorige deel kon je. Kijk, nou ben je zelf Mambo. Tovenaar. Maar in het vorige deel was je. Kon je niet Mambo worden, dacht ik. Nee, kon je niet Mambo worden. Maar hij hielp je wel. Hij veranderde je volgens mij in dingen. Of niet? Ook twijfel ik heel erg. Dat je kon met Mambo. Maar goed. Oh. Dat was niet de bedoeling. Ja. Maar vroeger kon je dus met Mambo dingen worden. En nu doet Mambo voor je lopen. En allemaal andere trucjes en zo. En je hebt nog zo'n andere Indiaanse vrouw. En die komt later. En die zegt dan dingen van. Wat zegt hij? Die wil dan ook dingen van jou. Die wil van die kleine beige-achtige. Je kunt het elfjes noemen. Niet echt elfjes. Maar iets anders in de vorm van. Schattig, klein, beestje, roze, paardachtig. En die helpen je dan, of ja, nee, die moet je dan aan die Indiaan geven. En dan gaat ze jou helpen en dan verandert ze in iets. En dan verandert je in een koelkast of iets anders, zoiets geks. Dat is best wel awesome. Even kijken. Wauw. Wat zit daarop? Dat ben ik ook wel benieuwd. Oh, je kunt me niet aan. Hoppatee, kapot. Dat ben ik ook benieuwd wat hij gaat zien. Awesome. Kan hij binnen? Ik heb geen idee waar ik heen moet. Dus hey, kijk eens aan. Kijk eens aan. Ik ben een beetje mijn tijd aan het verspillen hier. Natuurlijk omdat dit lang, lang geleden is dat ik hier ben geweest. Kijk, gewoon, ja, hoe zit het nou? Wat kan ik hier ontdekken? Kan ik hier nog een deur in trappen? Denk het niet. Oh wow. Dat was best cool. Ja, dus dat was heel cool. Ik kan hier gelukkig overal ook wel doorheen lopen. Scheelt ook. Kijk! Kijk, hier is die Indiaan. Ikapuka. Ikapuka. En daar is het kleine, ja oké, het is meer roze, paars, maar
je snapt wel wat ik bedoel. Beestje. Nou, dat was heel leuk. Gaan we nog terug? Ja, we gaan nog terug. Ja. Dus dan ben je... ja, zo'n groot monster die kun je dan besturen. Ik zit even te kijken. Hier kun je vliegen. Ik kan nou niet inlokken. Dan gaan we even terug. Een honingraad. Die zijn kostbaar. Maar ik weet niet of ik er zo bij kan. Nee, ik kan er niet bij. Ik ben te klein. Te groot. Te klein. Ja. Nee, Boomba's wigwam. Oh, cool. Maar nee, dat gaan we nou nog niet doen. Want dan kunnen we even kijken of we daar ook zo doorheen kunnen. Ik denk het wel, want we hebben nou daar onze beestje. En dan krijgen we van haar iets. Ik weet niet waar ze ons in verandert. Ik heb geen idee. Maar het zal wel iets cools zijn, denk ik. Ik denk het wel. Want we awesome is. Bij hem moet je erop. Oh, wauw. Ik spring gewoon over. Vrierenen. Wee, 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 wee. Oh man, dat is echt erg. Dat was echt lijp. Oké, nou kunnen we dus naar die Chiquita. Chiquita, Chiquita, la la la, la la la. Even kijken. Oké, nou kunnen we dus daarheen. Kom maar op, kom maar op. Ja, weet het allemaal wel. Woomba, wigwam. Zoiets. Ik heb het niet goed gelezen. En ja, hij haapt het nog steeds. Boomba's wigwam. The Jade Snake. De god. Ja. God. Zat er apart. Soms zit je met woorden en denken we, oh man, wat betekent het überhaupt in het Nederlands? Oh. Wat een mooie dame. Hallo. Ah, ik ben Banjo. En dit is mijn gevederde vriend. Geveerde vriend. Hoomba Woomba. Zie je? Mi Hoomba Woomba. Moomba is een amateur. Zij vindt Moomba een amateur. Die andere tovenaar. Dat is een amateur, vindt zij. En zij denkt dat zij een betere tovenaar. Ja, die wil ik geven. Die beestje daar. Die geef je daarna. Of die gooi je erin in ieder geval. Goed. Dan ben je verdrinkt erin. En dan kun je die powers gebruiken. En spring je erin. En dan verander je ergens. En kijk. Een vielie. En dan verander je. In een stenen beer. En dan vraag je af. Waar is het goed voor? Ja, ik ken dit allemaal wel. Maar waar is dit dan goed voor? Nou, dit is goed voor... Dat ene spel, dat voetbalspel. En dat ene kleine gaatje waar we niet waar we te groot voor waren. Te groot. Nou, dan bedank ik je voor het kijken. Wee, wee, ben een stenenbeer. Maar bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken als je het leuk vond. Abonneer voor meer natuurlijk van dit soort coole avonturen. Ik hoop dat je het leuk vindt in ieder geval. Dan zou het wel makkelijker maken en fijner maken. En dan hoop ik dat ik je weer... Later check. Doei. Adios.